Hallo allemaal, in deze video ga ik jullie uitleggen hoe je op een rail moet grinden. Er zijn natuurlijk veel manieren om op een rail te grinden, maar vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de board slide moet doen. De eerste tip is om een lage rail te zoeken. Zoals je kunt zien hebben we hier een iets hogere rail en een lagere rail. Het is makkelijker om op een lage rail te beginnen. Dus zoek in een skatepark waar je een lage rail hebt. We gaan enkel het laatste stukje van de rail proberen grinden. Zo is het evenwicht houden niet super moeilijk en heb je toch al een goede basis. Dus, doe maar mee. In plaats van direct heel de rail te doen, gaan we enkel op het einde springen, hier, grinden en eraf. Oké, nu zal ik nog een voorbeeld geven. Om balans te houden vind ik persoonlijk het makkelijkst dat de rail tussen mijn beide voeten zit. Dus als je erop springt, zo dat de rail op die manier tussen je voeten zit. Bij de board slide is het belangrijk dat de voeten meewijzen met de richting van de rail. Dus ik ga er zo op springen. Mijn voet staat uiteindelijk mee met de rail. Als je langs de andere kant gaat springen, dan ga je hier meewijzen met de rail. En dat is niet de bedoeling. Dat is een ander trucje en dat is niet de bedoeling. Als een kruin op het einde van de rail begint, waar je ook heel goed voor moet opletten, als je naar een skatepark gaat en je ziet daar een rail, altijd eerst eens even voelen. Doe op deze manier, gewoon een paar keer overvragen. Sommige rails zijn heel hard ingewakst, die zijn dus heel glad. En daar moet je wel voor uitkijken en extra voorzichtig zijn. Sommige rails zijn absoluut niet gewakst en dan is het mogelijk dat je blijft hangen. Dan kan je best bij iemand wax vragen en er een paar keer overvragen. Bedankt voor het kijken naar deze video, ik hoop dat ik jullie heb kunnen helpen. Laat zeker in de reacties weten welke trucjes jullie nog graag zouden zien. En dan zie ik jullie in de volgende video.